Knalgoed België. Knalgoed België. Yes, let's go. Nog nooit hier geweest, jongens, maar moet je kijken. Cobra's in België. Stelt niks voor, hoor, maar gewoon om überhaupt die Blasio Eleo producten hier te zien. Leip, hè? Bonkes. Petardo nummer 1. Kijk hoe klein deze zijn. Ja, deze hadden we ook een tijdje terug, die Mega Centipede. Lach. Altijd lachen, man. Alle cakes. Die metaal cakes waren zo hard. Ja, man, deze cakes, hè? Ja, die zijn echt hard. Zo goed. Ik zeg eerlijk, vroeger wilden we altijd naar deze winkel. Maar daar is er eigenlijk niet van gekomen, omdat ik toen jong was en we hadden geen auto. Nu dachten we gewoon, we gaan een keer de trip maken naar een winkel waar we nog nooit zijn geweest. Hier zien jullie allemaal nieuwe dingen. Je kunt een konijntje kopen. Ja, hier kan je allemaal ja. Kijk, dieren kopen. Lawinepijlen, jongens. Iemand echte. Oh, kijk, Romeins kaarsen. Ja, hier heb je ook nog een winkel in de buurt, dus we gaan zo ook gewoon even naar HQ Fireworks. Hey, deze die hier liggen, lijken heel erg op de ene die een hele harde dumbbell. Ja, oh, die 5G. Ja, klopt, die zien er exact hetzelfde uit, alleen wel wat groot, hè. Hadden jullie al een lijstje gehad, of? Dus. Nee. Ja, jongens, moet je kijken. Wordt mooie tafel, hè. Wordt even een lijstje ingevuld op een kattenbak. En die ook maar gelijk mee. Ja, die kattenbak, die blazen hem op. Wat we gaan doen is dat we zo meteen ook even langs die andere winkel gaan, HQ. Zijn we een paar jaar geleden geweest, jij niet, maar... Ik was samen met Martijn er geweest, Shell Martijn. En dat was altijd lachen. Dat was een paar jaar geleden. Het is een soort van loods vuurwerk. Eigenlijk dezelfde producten. Maar op zich is het wel grappig om hier te komen. Want ik heb vroeger... nooit gezien. Nee, ik heb vroeger altijd heb ik op internet naar deze winkel gezocht. Omdat het een van de bekendste was. Ook voor die... Hoe heet die dingen ook alweer? Titanium... Jumbo Color Whistling. Ik weet welke groot. Deze. Iedereen weet ze wel, dat kleine pakje. Dit zijn trouwens die oude flesje Cobra's lijken dit. Ja, je ziet net niet. Maar... Deze. Op zich is het wel bijzonder om hier nu te zijn. En straks gaan we ook naar HQ Fireworks. Dus je hebt natuurlijk heel veel van Pyrostar. Dus ja, we gaan even kijken. Er wordt ook even een lijstje ingevuld. Dus, we zijn onderweg naar HQ Fireworks. Mag ik hier wel rijden, joh? Of rij ik hier tegen één richtingsverkeer? We zijn nu onderweg naar een andere vuurwerkwinkel. Omdat er hier in de buurt wel meerdere zitten. Het is niet echt een gebruikelijke plek waar we nu heen gaan. Zoals Baarle, maar een andere stad. Maar ik weet dat hier meerdere vuurwerkwinkels zitten, ook vanuit vroeger. En ik ben gewoon benieuwd wat je hier bij die vuurwerkwinkels hebt. Omdat iedereen maar altijd naar Baarle gaat en Ole en zo. En ik dacht, weet je wat, we gaan nu eens een keertje hier naartoe. En daarom gaan we nu naar deze vuurwerkwinkel. We zagen wel een aantal leuke producten daar, waar we net waren. Waaronder de Cobra 11 Junior. En ik vind dat heel ziek dat je dat gewoon in een Belgische winkel hebt liggen. De volgende winkel, jongens, waar we zijn aangekomen. HQ Fireworks, daar gaan we nu even naar binnen. Omdat ik heel erg benieuwd ben, ze hebben hier heel veel van Pyro Max ook, zoals jullie hier kunnen zien. En het zit dichtbij, dus we dachten van, weet je wat, we gaan hier ook even een kijkje nemen. Zoals ik net al zei, we waren hier al een keer geweest, maar nu toch nog een keertje terugkomen om te kijken wat ze nu hebben. Yes, jongens, op dit moment bij de HQ Fireworks. Ja, ze hebben hier vooral Pyro Max. En hier de Traka, ook lachen. Leuk. Het is op zich een kleine winkel, maar wel simpel, weet je? Ja. Heel erg veel loods, hè? Ja, heel veel. Het is eigenlijk inderdaad, dat lijkt er heel erg op. Salon Roger. Mandarin. Altijd lachen. Golden Temptation. Toch wel een aantal nieuwe dingen, maar ik denk dat we misschien wel iets te vroeg zijn. Dat ze later wat meerdere producten hebben die nieuw zijn. Hebben we al een lijstje gemaakt, jongens? Met bezig. Ja? Lijstje wordt ingevuld. Wat ik nu weer lekker vind. Nou, jongens, we hebben de winkel voor onszelf. We gaan even rondkijken hier. Ik zie er wel een aantal leuke producten bij zitten, dus we gaan zeker even kijken wat we kunnen halen. Laten we ook in België, dat sowieso. We zijn dit hele weekend in België, dus dat is altijd leuk. En gaat op het lijstje. Ja. Sorry, let's go. Het is niet heel druk hier nog, maar
Het komt. Kijk. Verrassend. Ook een puur voor smaak om door ze verkopen eigenlijk. Ja, ik ben nou, niet zozeer dat ze zo hard zijn. Ik ben benieuwd. Ja, op zich wel een grote vlinder hoor jongens, moet je kijken. Ja. Het is gewoon meer verkoop. Tuurlijk. Ja. Ik zou die halen. Dat is goed. Heb je maar 6 op? Ja. Nou, we kunnen er nog wel 6 op. Is goed hoor. Ja. We hebben 8 van die daarachter. Die prototype. Klant is koning. Ja. Doe maar even gek. Daar komt een crazy kijken. Zo. Die hoesten? Nee, zo geniaal. En je kan ze toen eerst doen. Welke keer? Het is gewoon een stil. Als je even afzet, dan kan ik gewoon mijn zon niet krijgen. Deze had ik gewoon heel goed. Ja. Die was zo goed. Een aantal mooie cakes die we hebben gehaald en deze gaan we zo meteen even afsteken. Van HQ Fireworks natuurlijk, de zo. Big Bang van Jorgen. Dit is een aardig zwaar boekje, bijna 300 gram voor zo'n klein ding. Ja, op zich zeker, maar Pyromax stelt nooit teleur eigenlijk. Hè? Lachen. En hoeveel shots? Even kijken, 20 shots? Geloof ik. Oh, 20. Oh ja, 20. 20 schots en dan bijna 300 gram. Ja, dat is echt veel. Zeker. En deze van Jorgen. Heel mooi, allemaal onze blokjes volgens mij. 16 shots. Ja, deze zijn tegen zo'n 170, dat is bijna de helft. Ja. Klopt, dat is. Die is ook heel goed. Titanium 20. Weet deze niet of, kennen wij ook niet. Weten we niet of we die zo meteen gaan doen, maar toch een mooi ding. Ondertussen even een Belgisch frietje eten, jongens. Op de terugweg. Lekker, hè? Even een frietje eten, jongens. In België. Op de terugweg. Lekker, hoor. En zo weer terug. Koud, joh. Ja, man. Ik zit er in, gooi het niet.